Maar het is geen porno, vind je wel? Het is geen harde porno in één keer of zo. Het is nog geen eens zachte porno eigenlijk. Nee, het is een beetje bloot, maar je ziet niks. Het is er. Ja, ik bedoel, als dit al porno is, dan is het hele Noordzeestrand zomers porno. Ja, als dit al porno is, dan vind ik, hoe heet hij nou, die man? Hoe heet die Andries Knevel met zijn blote billen gezicht? Dat vind ik dan eigenlijk ergere porno. Ja, sorry. Sorry dat ik het zeg. Ja, er zijn er meer. Ja, ik kan er niks aan doen, ik weet niet. Ja, het is bloot. Ja, ik sprak een jongen van de week. Nou ja, ik sta nou toch al zo. Het is gewoon een kwestie van niet loslaten, geloof ik. Nee, maar ik vind het wel gezellig eigenlijk. Nee, maar ik sprak een jongen van de week, die kende ik nog van de lagere school. Het heeft even helemaal niks met het programma te maken, maar ik moet er in één keer aan denken. Die kende ik nog van een hele keurige katholieke lagere school. En die zat in één keer in de porno-industrie. Ik geloof als cameraman of zoiets. En die had het over het verschijnsel fluffmeisje. Heb je het begrip fluff? Fluffmeisjes, heb je daar eens van gehoord? Nee, zit je toch in Rotterdam? Maar goed, ja, zo'n soort wereldstad. Nou, ik wist het ook niet, maar ik kom uit Haarlem. Maar hij heeft het mij uitgelegd. Ik weet niet of je wel eens een pornofilm hebt gezien. Het is echt een werkstad toch, hè? Dat merk je dan toch in één keer. Nou, in ieder geval, maar kan je misschien iets meer voorstellen? Er zijn meestal twee mensen in zo'n film, zijn het meestal enorm met elkaar aan het doen. Een man en een vrouw of zo. Tenminste, als het een hetero film is. Henk en Trace of zo, weet ik veel. Die zijn dan zo enorm. Ik vind het niet lekker, maar het is mijn werk. Maar dan gaat het echt heel lang door. Opvallend lang. Echt heel lang. Echt dat je denkt, doe ik iets verkeerd of zo thuis. Echt heel, ja. Dat je denkt, hoe houden ze dat vol ook? Maar wat je dus niet weet, dat vertelde hij mij, dat ze houden wel eens mee op tussendoor. Ja, dan moet er even ergens een batterijtje van verwisseld of zo. Ja, dat soort dingen, een nieuwe film in de camera, van die triviale dingen. Of ze hebben gewoon koffiepauze, kan natuurlijk ook. Ja, dat het gewoon in de cao staat, 11 uur kwartiertje koffiepauze. In ieder geval, om wat voor reden ook, ze houden wel... Deze begint eruit te glibberen. Nee, maar ze houden wel eens mee op. Maar ja, dan raakt zeg maar het gereedschap van de mannelijke helft raakt zeg maar enigszins in het ongereden. Ja, dat hou je niet op niks af een kwartier lang al koffiedrinkend strak paraat. Dat zakt een beetje weg, dat zakt een beetje in. Er zit een echte man die zegt, ja, dat zakt weg, dat zakt in, ja. Ja, de benen, hij zat echt te schudden. Ja, dan ben je met suiker en melk in de weer. Ja, wil jij een koekje? Mag ik jouw labeltje even lenen? Nou, je denkt er even niet aan. Het stort een beetje in. Maar ja, na een kwartier moeten ze dan toch weer precies verder waar ze gebleven waren. Want anders zou je die knip zien in die film. Ik zal me niet zeggen wat in het Engels is, denk ik nou in één keer. Nou, dat is flauw. Nou, en dat is dus inderdaad het moment waarop er zo'n fluffmeisje bijgehaald wordt. Jongens, wie fluft er vandaag eigenlijk? Hallo? Hallo, wie heeft de fluff? Nee, maar zo gaat het echt. Wie heeft de fluffdienst, jongens? Wie fluft er? Oh, Anneke, hoehoe. Anneke, kom Henk even opfluffen. Woehoe. Ja. En dan wordt Henk door Anneke, nou ja, heel netjes, vakkundig, zeg maar, strak weer opgefluft. Ja. En dan kan Henk zo, weer verder met Trace. Ja, dat was het. Ja. Ik vond het zo'n grappig verhaal, ik weet het ook niet. Ik zat te denken, dat zou je thuis moeten hebben eigenlijk, zo'n meisje. Vind je niet? Ja. Ja, Anneke, hoehoe, kom Henk even opfluffen. Ja, ik vind het grappig. Nou ja, sorry, ik moest er in één keer aan denken. Ik denk, ik zal het je niet onthouden. Nou goed.